Dag mensen, leuk dat je allemaal gekomen bent hier. Tegen jou, fantastisch. Zal die eens zien, hè? Dank je wel. Dag meneer. En mevrouw. Oh, kijk eens, hier Piet gaat weer vooraan zitten. Daar wil je zeker de buur nog. Ja, dat hoor ik dan niet. Dag mensen. Zo. Dames en heren, ik zal me voorstellen. Ik ben Pier de Goochelier. De meester van de illusies. Ik ga nog metnemen naar een geweldige goochelshow. Nou, dat zal wel vies tegenvallen, maar... ik moet ik vertellen. Ik ben eigenlijk een beetje begonnen met goochelen. Ja, een beetje hobbymatig. Ja, dat is een beetje uit de kluitige wassen hobby geworden. Ja, en een psycholoog heeft mij aangeroepen dat ik een hobby moest zoeken. Want ik had namelijk een vrij groot probleem. Ik had namelijk een drankprobleem. Ja, ik kost de drank niet meer betalen. Dus... heb ik mijn hobby moeten zoeken. Nou goed. Ja. Heb je het een beetje naar uw gezin hier vanavond? We zijn net bezig, maar heb je het nu, tot nu toe al naar uw gezin? Ik denk het wel, of niet? Ja, wacht maar. Je zit hier nog 12 minuten, zeker. Maar je hebt het naar uw gezin. Hè. Dit is wel schoon. Even zo, even droet. Even ergens heen. Hè. Gewoon even lekker droet. Een weekendje ergens heen. Of hier naar de boontje avond heen. Ja, zo heb ik voor mijn schoonmoeder, heb ik laatst, dat is een keer een weekendje, even het roetkoos, heb ik gewoon een weekendje zijn wellness aangeboden. Ja, op één voorwaarde, daar moest wel een modderbad bij zitten. Dan kost ze alvast binnen aan de aard. Ja, echt maar stomme kaal, dat is even om die eens te brengen, echt maar stomme kaal. Nee. Ik kan het goed vinden met mijn schoonmoeder. Ik kan het wel goed vinden met mijn schoonmoeder. Ja, met die andere twee trouwens ook. Mijn schoonmoeder. Dat is mijn dreen. Let's hoor ik dan nog met haar op de bank. En die vertelt je heel hebben en houden. Die vertelt je alle. Let's, zegt ze. Pier, mag ik je vragen? Waarom niet, hè? Ik zeg, Pier, als ik de liefde bedrijf met mijn mannen, de eerste keer geeft het, maar tussen de eerste en tweede keren, dan steekt mij verdomme die gesweden op de kop. Hoe zou je dat dan kunnen liggen? Tja, zeg ik, dan zal er wel een warme zomer tussen zitten. dat is mijn stomme kaal, hè. Hoe was ik voor hier gekomen? Ik was hier gekomen om u een paar goocheltrucjes te laten zien. Ik zal heel even de zaal inlopen, zonder even die trap af te lazen. Dat zou je ook wel leuk zien. Ik zoek nog één muis. Ja, Pieter vraag ook niet, want hij gaat al extra hier zitten dat hij de bühne mag. Maar ik zoek één muis die een muntje van 2 euro op het tas heet of zo'n muntje van Gerard. Ja, ik zie er al hier een neusje. Je mag me niet wijzen als je geen muntjes op het tas hebt. Als je hem een droog uitje zet te bieden, die hele voorstelling lang geval. Ja, ik kan best zien dat het zo een is die met z'n wel. Ik heb hier een groepje staan als een rondje maar door en pup, is ze weg naar een andere groep. Ja, ik zeg niet dat het zo is. Hè. Ik drink er straks van een van liggen. Maar ik zoek immers een muntje van Gerard's heet of een muntje van 2 euro. Hier, Louis, dat heet dat vast en zeker. Of is er ook zo een? Even zoeken. Niet een andere rolpje pakken. Hè. Nou, kijk eens. Louis, dat heet een muntje van Gerard. Houd dat muntje maar aan zo vast. Kan ik maar eens even staan? Of kom eens een stukje met naar voren. Klein stukje.
Nee, niet op de buurt. Nou, kom maar hier even staan, hier gewoon tussen het volk. Een beetje draaien, dan kennen de meeste mensen het zien. Heel staat muntje even zo vast. Ja, je kunt dat muntje niet zien, maar dit eigen muntje in de tas. Of een eigen bedoel ik. Ik ga proberen om dat muntje bij Louis uit de handje te laten verdwijnen zonder het aan te raken. Robert, doe me hier een glaas drinken, dat meneer dat betaalt. Ja, we stoppen elkaar aan jou maar zitten. Ja, nee, stoppen elkaar aan. Ik zoek een vrijwilliger, een leuke dame. Weet jij misschien neem eens? Nee? Een vrijwilliger. Ja, ik zou je kunnen proberen om van een nutte heks een knappe prinses te kunnen maken. Is dat voor dich? Kijk eens rond als je een nutte heks is. Nee, dat zou je. Nee. Daar moest je een tovenier voor zijn. Er is maar één tovenier hier in het dorp. En dat is Bob van Brink. Bob van Brink, dat is een tovenier. Want hij koos van een lelijke kikker, koos hij een prins maken. Ja, ik zoek nog een vrijwilliger. Ik denk dat ik er één heb gevonden. Dat doe ik wel met of niet. Voor deze keer kan ik het doen, Pia. Ja, geef ze met, kom met de bühne op. Geef hem een applaus. Niet te moeilijk. Nou, voor deze goocheltruc heb ik een belke bij mij. Een belke. Dan doe ik dadelijk een handje. En dan mogen toe tot 3 tellen. We zullen eerst oefenen met tot 3 tellen. Mogen ik in een roffel? Help tellen, hè? Help tellen. Ja, 1, 2, 3. Ja, dat zul jij morgen zien. 1, 2, 3. Nou, hey, applaus voor de mens. Ja, dat is ook wel een stomme kaal. Ik ga dit belkje hier, dat zit hier, dat doe ik in de rechterhand, handjes dicht, doe ze het. Ik ga dat belkje, gewoon proberen, ik maak hier een voet, ik ga het belkje van mijn rechterhand naar mijn linkerhand, dat is gewoon en truc. Dat zou heel gemakkelijk zijn, zo ben ik niet. Ik heb hier een veelstift. Ik heb hier, oh, doe dat ook even weg, een blijtje. Blijtje, een veelstift. Volg ze het nog? Ja. Nou, wit zoals ze thuis, geef ze even, ik draai me om. Hoe schreef ze op dat blijtje een nummer tussen 1 en 10? En dan laat ze het publiek kijken en dan scheurt ze het blijtje kapot. Als ze zo wie het beste is, het maar. Heeft het publiek het gezien? Ja. Nou, ik gooi dat blijtje maar eens achter de buur, dat je die helemaal niet zien. Dat je het niet zien. Wat we daarmee gaan doen, dat zeg ik nog niet. Dat komt dadelijk. We gaan door met de volgende truc. Dan zal ik die dubje weer opdoen, want dan blijf ik die hele zooi onder de stift. We hebben hier 3 juwendeursjes lucifers. Die zijn van Jan Linders, dat is gewoon het hoesmerk. Die zet ik even zo neer. Je kijkt misschien het spel een keer balletje, balletje. Niet het spel balletje, balletje wat ze bij de gemeente doen met de hel en hen en de tas. Dit is een soort variant balletje, balletje. Huh? Volg ze het nog? Kijk. Niks. En deze. En nu gaan we die door één husselen. En dan moest toen me aanwijzen in welk duurtje dat de lucifer zit. Ik zal het langzaam doen. Nou, in welk duurtje zitten de lucifers?
Ik heb geen idee, Pia. Ja, wie is er maar een aan, wie is er van dienst? Dan zal ik u laten kijken wat erin zit. Niks. Dan hebben ze niet bezeken. En dan is het. Ik denk het niet. Van 29 cent bezeken zit toch niet de val. In dit buurtje zit niks. Maar wat zit hier? De lucifers. Ik ga er nog één keer door. Ja. Ik ga het gemakkelijker voor maken voor dich. Lucifers. Geen lucifers. Lucifers. Gezien? Dan gaan we die wisselen. En wel, duurske, zo je lucifers zitten. Daar zitten lucifers niet in. En hier zitten ze ook niet in. Dat was een van de trucs. Maar nu komen we er bij dat nummer, wat zo op hebt geschreven. Weet ze het nog? Weet het publiek het nummer nog? Ja. Weet je wat we met dat nummer gaan doen? Onthoud je het komend jaar, en dan gaan wij twee uur op de bühne staan. Dames en heren, ik was Pier de Goochelier. Bedankt.